Met veel lawaai is geprotesteerd in Arnhem vanochtend. Omwonenden van een houtgestookte biomassa-centrale zijn bang dat de uitstoot van de centrale schadelijk is voor hun gezondheid. Maar volgens de provincie is er niets aan de hand en gaat de centrale vanaf januari gewoon draaien. Wij wonen hier in de buurt. De kinderen van ons die slapen gewoon in de extra fijnstofuitstoot. Wat is precies het doel van vandaag? Dat we laten horen dat Arnhem het niet pikt, dat we zo vergiftigd worden. Dit is de centrale waar het om gaat. Fulltime draaien doet hij nog niet, alleen af en toe voor de proef. Maar buurtbewoners zeggen desondanks nu al last te hebben. Als de wind verkeerd staat of als het mistig is, dat die fijnstofuitstoot gigantisch piekt gewoon. Merk je dat ook zelf? Ja, dat merken wij ook. We hebben niet alleen last van de stank, keelpijn, neuspijn, hoofdpijn. De provincie zegt de zorgen van de omwonenden te kennen en deed daarom onderzoek naar de luchtkwaliteit. Volgens de gedeputeerde is er niks aan de hand. Recente metingen laten toch wel zien dat het bedrijf onder de norm zit en ver onder de norm. Maar de bewoners deden zelf ook onderzoek en daar blijkt volgens hen iets heel anders uit. We hebben fijnstofmeters opgehangen. Nou, dan zie je dat als de centrale aanstaat, dat wij echt in de bovenkant van de schaal zitten. Ik vind het verschrikkelijk. Overigens vindt ook de provincie dat de wettelijke norm voor de uitstoot voor dit soort houtgestookte centrales best wel wat strenger mag. En is daarom ook in gesprek met de centrale. Misschien dat er wel extra maatregelen worden getroffen? Dat is aan het bedrijf. Wij kunnen ze niks opleggen. Maar we zijn hen aan het bewegen om te kijken of ze bovenwettelijke maatregelen kunnen treffen. Maar deze omwonenden willen eigenlijk maar één ding. Wij blijven hier net zo lang komen dat dat ding gesloten is. Wij gaan gewoon door en wij houden niet op voordat we ons gelijk krijgen.